Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Deze video is educatief van aard en geen financieel advies. En vergeet de video niet te liken als je dat nog niet hebt gedaan. Super vet dat jullie dat doen in ieder geval. En de CryptoBlocks trading app, als je gebruik maakt van de code BITMAG, maak je kans op 100 euro bij het registreren. En op de CryptoBlocks trading app kun je natuurlijk je cryptocurrencies beheren, kopen en verkopen. Dus ga dat zeker even checken. Dan onze geliefde criticaster Pieter Schiff. Of Schif, hoe je het ook uitspreekt. Volgens hem zal Bitcoin nooit naar $25.000 gaan. Ik ben het volledig niet met hem eens. En hij is ook al een hele bekende Bitcoin-criticus natuurlijk. Maar wat had hij ook weer gedaan een tijdje geleden? Toen had hij zijn... Hij kon niet meer bij zijn Bitcoin omdat hij zijn pincode en zijn private key had verwisseld. Volgens mij staat dat hier ook nog ergens. Maar ik ben het niet met hem eens. En verwacht dat we zeker naar die 25.000 en omhoog zullen gaan. Verder dan dat. En zijn jullie het eens met Peter? Denken jullie dat Bitcoin ook nooit naar de 25.000 zal gaan? Of denken jullie dat we zeker volgens het stock-to-flow model bijvoorbeeld richting de 100.000 zullen gaan? Laat het weten onder in de comments. En als je het niet eens bent met Peter, laat het hem zeker even weten op Twitter. Dan de Bitcoin CME Futures grafiek. We zien dat de gap die tussen 91,75 en 29,20 lag, die is inmiddels gevuld. En we vinden ook op de CME Futures grafiek support op de 50 Daily Moving Average. En als we die daar breken, dan denk ik dat we verder naar beneden zullen gaan richting de 100 en 200 Daily Moving Averages op de CME grafieken. En die liggen op 8500 tot 8400. En dat ligt net iets onder, eigenlijk ongeveer gelijk met die 85 tot 8600, waar ik initieel naar kijk in ieder geval. Maar de gap is in ieder geval gesloten en daar hoeven we dus geen rekening meer mee te houden. Dan, wil je leren traden? Kijk zeker even naar de kennismakingscursus. Kost je niks, behalve wat tijd, 50 minuten ongeveer. En dan leer je in ieder geval een goede basis en wil je nog meer leren, dan kun je natuurlijk ook de volledige handelscursus doen. Dan Bitcoin op de dagelijkse grafiek. Wat zien we hier? We zien eigenlijk een kleine bounce gaande. En als ik even inzoom, dan zien we dus dat we gisteren zijn afgewezen net onder de 12 EMA, die blauwe lijn. En ook op de 9300 nog daaronder. En we zien dus dat de koers ook wordt afgewezen door de onderkant, wat voormalig een opwaartse driehoek was. En ook de 9220, waar dus de CME Futures Gap lag, dat is waar de koers op afgewezen is. Je ziet het aan die blauwe lijn en de koers is daar afgewezen, ook onder gesloten. Maar wat dat betreft is dit ook weer een lower low. En is de kans groot dat we hier ook weer een lower high gaan vormen. En dus houdt dat de downtrend in gang. Dus we hebben een lower high, lower high, lower high. Ik zal het wel eens even wit maken, dat is wat duidelijker. En dit wordt potentieel waarschijnlijk, de kans is gewoon groot dat dit ook een lower high wordt ten opzichte van deze high. We zouden eventueel nog naar die golden pocket regio kunnen gaan, wat samenvalt met de 50 daily moving average, om daar te worden afgewezen. Maar het is ook mogelijk dat ze eigenlijk hier al worden afgewezen, rond die 9300, om daar al door naar beneden te gaan. Op de 4 grafiek, waar we zo direct naar gaan kijken, is er in ieder geval een rising wedge te zien, die ook in lijn is met de 9300, om daar te worden afgewezen. Maar er zullen ook een heleboel mensen zijn die, die 9300 is een belangrijke grens geweest. Als we erboven zaten, waren we eigenlijk best wel bullish allemaal. En als we eronder zitten, dan is dat eigenlijk bearish. Dus dat zou me ook niks verbazen als een heleboel mensen hier zeggen, nou, hier gaan we een short inzetten. En dat, dat je eigenlijk een kortstondige short squeeze krijgt richting die 50 daily moving average en de golden pocket. Dus dat is waar ik in ieder geval naar kijk. En de RSI, daar lijkt hij nu ook op vanaf te bouncen. En dat is niet goed voor het bullish scenario. Met andere woorden, ik ben nog steeds bearish en dat ben ik eigenlijk al weken. Maar laten we even kijken hoe hoog deze bounce kan komen. We zien in ieder geval dat er een cluster van weerstand is boven de koers. De 12 EMA, de 9300, de 26 EMA en de 50 daily moving average. En daar loopt dan ook de golden pocket. Dus hoe ver kan deze bounce komen? Want als we op de 4 uur kijken, dan zien we in ieder geval dat er wel een uptrend is. En zodra die uptrend beëindigd is, weten we ook dat we de top hebben bereikt voor de dagelijkse. En dan bedoel ik dat we dan de lower high hebben gevormd. Even kijken. Dus we hebben hier een low. We hebben hier een high, higher low, higher high. En dat geeft aan dat er een 4 uur uptrend is. Maar wat we ook zien is dat we potentieel een rising wedge aan het vormen zijn. Deze witte lijn en deze witte lijn.
En een rising wedge is een bearish patroon waarvan de technische target in ieder geval weer op die 8800 ligt. En de belangrijkste support voor de bulls op dit moment is de 9014 en dat is de laatste low op de 4 uur. Zodra die wordt gebroken, dan is ook de 4 uur uptrend voorbij. En dan gaan we trouwens ook onder de rising wedge uitbreken en verwachten dat we verder door zullen gaan naar beneden. Want zodra deze higher low is gebroken, dan krijg je dus weer een 4 uur downtrend. Ja, dus dan gaat hij zo naar beneden toe. Dus op de 4 uur zien we wel een rising wedge. Die is bearish. En we zouden dus potentieel nog een uitschieter naar boven kunnen krijgen volgens deze rode lijn richting de 50 daily moving average. In die golden pocket, de regio van de dagelijkse waar ik het net over had. Ja, dus dan zou je zoiets krijgen, een bounce hier. En dan een fake out naar boven om vervolgens toch die rising wedge naar beneden te krijgen. En als we echt bullish willen zijn en dus weer richting die 10.000 willen gaan, dan moeten we boven die 50 daily moving average komen en dat support maken en door naar boven. Zolang we dat niet doen, ben ik bearish en verwacht ik dat we dus inderdaad doorgaan naar beneden. En we zien dus dat in ieder geval gisteren is de koers gebounced op die 0,5 Fibonacci pocket. En dat gaan we nu waarschijnlijk ook krijgen. Tenminste, de koers heeft, als je hem hier vandaan trekt, naar de bovenkant. Dan vinden we vaak support in de zone van de Fibonacci. En we zien hier ook, ik ga hem even inzoomen naar de 15 minuten grafiek. Dan zien we dus ook dat we net die 0,5 Fibonacci hebben gehad. En wellicht ook door zullen gaan naar de golden pocket voor een bounce. Wat ook samenvalt met de onderkant van die rising wedge. En dat je dan zoiets krijgt. En dan zouden we nog potentieel dus door kunnen gaan richting die 9300 om daar te worden afgewezen. Dus dat gaan we in ieder geval in de gaten houden de komende uren. En we gaan het nog heel even hebben over de traditionele markten, de S&P 500, wat we daar zien. Want we zien dus dat er nog steeds een flinke correlatie is met Bitcoin. De stijging van de afgelopen 4 uur candlesticks, dat valt ook samen met wat er op de traditionele markten gebeurde. En voordat we daar naartoe gaan, is er, alsof we nog niet genoeg shit hebben in de wereld op dit moment, is er een potentieel nieuw of een virus gevonden dat ook pandemic potential heeft. Oftewel, net als COVID de wereld over zou kunnen gaan om iedereen een griepje te geven. Dus dat zou slecht nieuws zijn. En we zien sowieso dat we veel nieuwsberichten krijgen over een potentiële tweede golf. Sommige landen die hebben de eerste golf nog niet eens overleefd of hebben nooit echt de eerste golf afgemaakt en die zijn al aan het stijgen. Dat zien we zeker ook in Amerika. En sommige landen die zijn al begonnen aan een tweede golf. Dus je ziet dat die angst er nog is en onzekerheid dat die er ook is. En dat reflecteert zich ook in de markten. En ook op de traditionele markten, hier zitten we op de S&P Futures. Het zijn allemaal lower highs, een double top. En we gaan hier waarschijnlijk ook in de golden pocket regio een lower high vormen. En we zaten vorige week onder de 200 daily moving average. Daar zijn we ook onder gesloten. Altijd een mooi moment om te sluiten. Want dat geeft mensen aan het einde van de week, oké, we zitten eronder, gaan we verder naar beneden. Maar we hebben uiteindelijk een bounce gekregen vanaf de 50 daily moving average. En als we even inzoomen, dan zien we ook dat we onderbleven, werden afgewezen en uiteindelijk er doorheen gebroken zijn. En hierin is Bitcoin ook meegegaan gisteren met die bounce omhoog. En ook hier hebben de 200 moving average support kunnen maken en waarschijnlijk krijg je ook een bounce. Maar we zaten voorheen ook in een range, dus als ik deze even weghaal, in een range, deze twee witte lijnen, en dat is nu resistance. Dus er moet goed nieuws komen voor de traditionele markt en anders zie ik ook de traditionele markten steeds verder afglijden. En ook Bitcoin zal daardoor mee worden genomen door de correlatie. En dat was het in ieder geval voor deze video. En ik zou zeggen, like de video als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat zeker in de comments even weten of je het eens bent met Peter Schiff. Gaat Bitcoin nooit naar $25.000 of zal Bitcoin het zeker wel gaan breken? We gaan het de komende maanden in ieder geval in de gaten houden. Dus ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en morgen rond een uur of 12, tussen 11 en 12, weer de nieuwe video.